minister Armand Achaiber-Singh is in de Nationale Assemblée ingegaan op de inspanningen die worden gepleegd om de randvoorwaarden die nodig zijn om de aanpak van money laundering te verbeteren. De minister zegt dat het in de bedoeling ligt een opsporingsdienst in te stellen om witwassen en corruptie intensief tegen te gaan. Ook zullen er in het kader hervormingen bij de Belastingdienst worden ingevoerd. Dat ik het geheel eens ben met uw geachte lid Gayadin, dat de Belastingdienst een preventieve rol heeft en een rol heeft in het detecteren van witwaspraktijken, etc. En die rol wordt ook genomen, voorzitter. Vooral ook omdat de Belastingdienst wordt versterkt, maar ook gekeken wordt naar de wettelijke regelingen die van toepassing zijn op de Belastingdienst. Onder andere de opsporingsbevoegdheid. Een deel van de belastingen, met name de douane, heeft opsporingsbevoegdheid. Maar die kunnen alleen maar detecteren en vervolgens overdragen aan de justitiële autoriteiten. Wat ook gebeurt, gelet op de vele zaken die recentelijk nog zijn aangetroffen, voorzitter. Er wordt gewerkt aan het hervormingsproces van de Belastingdienst. Onder andere vervanging van de wetgeving. Het op transparante wijze beschrijven van de processen. Taxpayer service. Invoering van een modern automatiseringssysteem waarbij de Belastingdienst ook hiermee ondersteund zal worden of wordt bij het detecteren van onoorbare praktijken, voorzitter. En er is al een concept wet bijzondere diensten af, welke de Belastingdienst wat meer opsporingsbevoegdheden zal toekennen, na goedkeuring door uw college uiteraard. Projecten voor het witwassen en tegengaan van corruptie, voorzitter, worden daarmee bij het instellen, wordt een opsporingsdienst ook ingesteld. En dat wordt nu al uitgevoerd. We hebben recentelijk een presentatie gegeven aan uw college, althans aan de commissie. En we zijn bereid om de voortgang van tijd tot tijd van de hervorming van de Belastingdienst met u te delen.